tussen papa en mama. Ja. Wat ik wil als kind. Hallo, goedemiddag iedereen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ga Sam niet filmen, want Sam is in zijn Calvins. Sam heeft alleen zijn boxershort aan. We zijn net nog even naar de shopping geweest. Lijkt echt alsof we niks anders doen dan shoppen. En zwembad liggen, dat is ook wel een beetje, ja. Inderdaad. En Sam moest nog een broek gaan ruilen. Die een maat te groot was. Dus die zijn wij gaan ruilen. En dan ja, zijn we nog wat rondgegaan. Hè. Daar hebben we nog wel van alles gevonden. Van, ik heb Tommy truien gekocht van Tommy Hilfiger. Sam ook. En zo'n dingen. En Calvin Klein. En ik heb ook nog een kaars gekocht en zo. Maar dat zal ik nog wel laten zien. En nu gaan we naar het zwembad. Dit is mijn bikini vandaag. Een witte van Shein. Weer. Met zo knoopjes. Ik heb wel de pads eruit gedaan. Want dat was zo een ronde pad. En dat was precies alsof ik borstvoeding gaf. Zo van die borstvoedingspads of zo. Ik dacht, oei, mensen gaan denken. Was dat? Dus dat heb ik eruit gedaan. Heb ik liever dat je de vorm van je tepel erdoor ziet dan dat je die pads ziet. Dat is mooier, hè? Huh? Dat is mooier, hè? Veel mooier. Oké, let's go. Amai, I am sweating AF. Niet normaal. Het is kei heet. En we hebben onze pineapple opgeblazen. We hebben ze al aan de kindjes gegeven. Hier. Twee meisjes zijn ermee aan het spelen. Super schattig. En hier is echt een jongetje. Wat ik wil als kind. Wat? Wat ik wil als kind. Hoe zo zeg zou je ik dat ook dan? Een kind willen. Ja, zo zou ik ook een kind willen, oké. Okay. Wat ik wil als kind. Ja, ik ga die meenemen. Ja, zo lijkt dat bijna, ja. Ik doe het. Die is echt te grappig. Ik lach me echt ziek met die. En die is kei rustig. En als hij iets zegt, is hij echt heel grappig. Cute, he's cute. Ja, he's very cute. Your love is like. We zijn nu bij de Red Lobster. We gaan eten. We hebben de hele dag aan het zwembad gelegen. Het was wel leuk. We hadden zo vrienden gemaakt met kindjes. Hoe noemt je dat? Ja, vrienden gemaakt. Ja, vrienden gemaakt met kindjes, met kleine kindjes. Ja, die vrouw hier net in de Red Lobster, die noemde ons twins. Ja, het lijkt wel een beetje op mij. Ik ben net iets knapper. Dat is waar. En we hadden dus vrienden gemaakt met dat kindje wat dat kei graag wou. Die zijn kei grappig en we hadden die ijs gegeven en chips en zo. Dat was kei leuk. Niet okay. Creepy of zo, hè? Niet creepy. Hoe dat was toch niet creepy? Dat was toch niet? Die was kei blij. Die waren kei blij. Die waren altijd hun kunstjes aan ons laten aan het zien. Aan ons aan het laten zien. Pacing back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fall and we rise through it all till we find what we want, then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you. Terug in de auto. Ik ben echt zo vol gegeten. En jij? Ook. Oh, amai. We hebben ook nog doggy bag. Ik kreeg mijn scampi's niet meer op. En Annelies haar biscuits niet. Dus die hebben we meegenomen. Ja, uw pasta kreeg je niet op. Maar ook de biscuits hebben we meegenomen.
Waar zijn papa en mama? Komen die niet? Hij zit hier zonder auto. Sam gaat rijden. There he is. We hebben echt zo'n auto voor. Met 3 verdiepen wou ik zeggen, maar met 3 dingen zo. Van voor 2 stoelen, hier 2 stoelen en dan van achter ook nog eens 2. Of 3 voor 7. Kijk maar aan 7. Ciao. Wij zijn terug van de Red Lobster. Even de lichtknop zoeken. Got it. En het is te vol. Vol, hè. Echt papes vol. Pop me hier. Vol. Ik koop echt te veel, hè. Echt. Stap springen. Nee, dat is echt. Ik weet niet waar ik alles moet zetten, trouwens. Ik heb nog een vlog geëdit voor morgen. Dat ik al bijna vergeten. En trouwens, ik zie dat er in vele vlogs geen afsluiter is, omdat wij dat altijd vergeten. Maar... Oh, je vergeet alles, zeg je. Jij doet het niet mee, hè. Help mij er helemaal aan denken. Nou, oké, we gaan de vlog voor vandaag ook afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker. Thumbs up! En wij zien jullie... Morgen!